Tijdens Masters of Luxury is er elke dag wel een nieuwtje, een primeur of wordt er iets gelanceerd. Nou, ik ben aanwezig bij de stand van Ghassan en daar wordt vandaag iets heel speciaals gelanceerd. Jullie gaan zometeen een heel speciaal horloge lanceren. Ja, waarom is dat? Nou, wij zijn heel erg trots dat wij Longines en Ghassan dit jaar 30 jaar zaken doen met elkaar. Succesvol zaken, kan ik wel zeggen. En ter ere van het 30-jarig jubileum komen wij straks met een limited edition op 30 stuks. Maar kun je er al iets over verklappen? Ja, we kunnen erover verklappen is dat wij mochten meewerken aan het ontwerp van dit horloge. Een heel mooi detail is het hele kleine diamantje wat op de wijsplaat gemaakt is, wat refereert aan Ghassan Diamonds. Maar zo subtiel is aangebracht dat je het, ja, je moet echt heel goed kijken, wil je het kunnen zien. Maar daardoor geeft het net even die extra touch waardoor je ziet dat het iets bijzonders is. Het thema van de beurs is design en dat moet jou als ontwerper van dit horloge, denk ik, ja, heel erg aan het hart liggen. Ja, qua timing was het eigenlijk geweldig. Aan mij de eer, zeg maar, het is echt een erebaantje om zo nu en dan in samenwerking met een horlogemerk iets moois te ontwerpen. We zijn er ruim een jaar mee bezig geweest en ik was echt zenuwachtig toen hij binnenkwam. Om dan daadwerkelijk je kindje, want dat mag ik toch wel zeggen, binnen echt live in mijn handen te houden. En het is een geweldig exemplaar geworden. Dus de timing van het thema is fantastisch. Nou, ik zal hem eventjes aan je laten zien. We hebben gekozen voor het piloothorloge qua design dan van Longines. En wat heel erg karakteristiek is natuurlijk meteen de maat. Hè. De piloten, zeker begin 1900, hadden grote horloges nodig met een hele grote kroon. Dat was omdat ze dan met leren handschoenen ook het horloge konden bedienen. Maar wat is nou jouw signatuur? Mijn signatuur is eigenlijk toch wel heel stiekem dat het wel out of the box is. Het is groot en qua kleurencombinatie zie je dit niet heel erg vaak. Je ziet weinig twee kleuren in één wijzerplaat. Dat maakt het horloge redelijk uniek. John, je hebt zojuist het allereerste exemplaar gekregen. Wat vind je ervan? Ik vind hem echt bloedmooi. Details, het glas. Ik klink nu echt als een kenner. Ben ik niet eens echt heel erg. Maar ik vind het echt... Ik heb het idee dat ik door de tijd kan reizen met dat ding, snap je? Wat heb jij überhaupt met horloges? Ik heb eigenlijk altijd vrij weinig met horloges gehad. Totdat ik vorig jaar door Judith van Longines werd uitgenodigd. Van joh, moet je niet eens gewoon kijken naar of er iets is wat een beetje bij je past? Nou, dat vond ik wel mooi. Dus ja, ik weet niet. Misschien is het virus langzaam onder mijn huid gekropen. Wat natuurlijk beangstigend is, want ik weet wat die dingen kunnen kosten. Dus. U heeft net het gloednieuwe limited edition horloge gezien. Wat vond u ervan? Heel mooi. Vooral omdat het ook met de kleur blauw is verweven. Ik ben iemand die heel graag blauw draagt, zoals vanavond ook. En ik heb zelf zo'n horloge gekocht. Wat heeft u zelf met horloges? Eigenlijk niet zoveel. Ik koop dat nooit voor mezelf. Het is eigenlijk het eerste horloge wat ik voor mezelf koop. Omdat ik het echt heel mooi vind. En hoe blij ben je dat hij vandaag gelanceerd wordt? Ik ben ongelooflijk blij en ik was ook heel erg zenuwachtig. Wat had ik geloof ik al gezegd, maar eigenlijk ben ik het nog steeds een klein beetje.